Pop, pop, pop. Op de laatste speeldag voor de winterstop verzekerden de dames van Kampong zich van de vierde plaats op de ranglijst. Een plek die aan het einde van de rit recht geeft op een plaats in de play-offs. Maar de vreugde daarover werd flink getemperd. Tegen hekkensluiter Pinoquet werden 2 punten verspeeld. En dat was een behoorlijke tegenvaller voor de Utrechtse ploeg. 1-1 tegen Pinoquet en voor een kiepster geen wedstrijd om vrolijk van te worden. Nee, het was, de tegengoal was ronduit slecht van mij. Heel mooi gedaan van, wie was het, Quinling geloof ik. Ja, heel zuur, want voor de rest heb je niks te doen. En dit zijn vaak wel de moeilijkste wedstrijden, omdat je echt gefocust moet blijven. Het weer zit niet mee, maar ja, ik had die bal gewoon moeten hebben. Het is gewoon kut. Eigenlijk, ja, ik kan er niet meer van maken. Ja, ik denk dat ze deze wedstrijd gewonnen hadden. Dat het dan voor onszelf iets makkelijker en iets dikker op de vierde plaats konden staan. Zeg maar. Iets meer afstand van Stichs ook. Maar ja, het is weer zonde dat dit gebeurt. Dus ja, vierde plaats is leuk, maar we hadden het onszelf wat makkelijker kunnen maken. Aan de andere kant, vooraf aan de competitie waren jullie voorzichtig. Een vierde plaats misschien, maar jullie staan er nu wel. Ja, ik ben ook blij dat nu zo de winterstop in gaan. Hebben we toch al goed afgesloten met een vierde plek. Hebben we goed gedaan. We zijn op zich het begin van het seizoen wel goed gestart. En hebben tegen topploegen wel goed gespeeld. Maar tegen iets mindere ploegen kunnen wij het dan wel weer laten liggen. Maar ja, ik denk dat overal vierde plek dat zeker niet slecht is. Nou, er is nog wel wat werk aan de winkel. Ik denk dat we vooral wat constanter moeten worden. En dat we dus ook tegen de mindere ploegen een goede wedstrijd neer kunnen zetten. En dat we er dan wel echt een play-off plek in moeten zitten, ja. Zijn jullie inderdaad nog te wisselvallig tot nu toe? Ik vind van wel, ja. Ook voor jou geldt dat straks het Nederlands team eraan komt. Je zit in de voorlopige selectie van de bondscoach. Je bent overgeheveld uit Jong Oranje. Wat betekent dat voor je? Nou, ik vind het onwijs gaaf dat ik er meteen eigenlijk al ben bijgehaald. Ik had dat niet verwacht. Ik had eigenlijk verwacht dat ik nog een seizoen zou moeten laten zien hier in de hoofdklasse wat ik waard ben wat dat betreft. Dus een onwijze verrassing. En ja, ik kijk het allemaal aan. Ik doe mijn best. En ja, ik kan daar ontzettend veel leren nog. Het niveau ligt echt vele malen hoger dan ik gewend ben. Dus ja, onwijs gaaf.